Dan gaan we aan het middagdeel beginnen. Een gevarieerde middag met twee presentaties en vervolgens gaan we naar buiten. Op excursie, op de fiets en het zonnetje is ondertussen ook gekomen. Dus het is, als dat er ook nog is over het is een uur, anderhalf uur of zo, dan is ons dat welkom. De eerste die wat gaat vertellen is Leo Kaljou van de provincie Zeeland. Die iets gaat vertellen over de parels aan de Zeeuwse kust. En dat nog even toespitst op een tweetal, geloof ik, hè, waar je iets meer van vertelt. Ja? Aan jou het woord, Leo. Ja, dankjewel. Ja, een lastig moment, hè, zo na de lunch. Iedereen dut een beetje in. Dat is mij de taak om jullie weer bij de les te krijgen. Dan heb ik alleen geen dingetje om op te drukken. Er moeten nieuwe batterijtjes in, geloof ik. Ja, kijk, hij doet het weer. Ja, dankjewel. Ik ga jullie eerst iets over het Delta-programma vertellen, heel kort, hè, als beleidsmatig achtergrond. Een onderdeel van is de Nationale Visie Kust, waarin het beleid voor de kust is aangegeven. Ik loop met jullie de Zeeuwse parelprojecten langs. We hebben er een zevental. Ik zal met name op de twee natuurparels inzoomen. En ik neem jullie ook kort nog mee in een doorkijkje naar de toekomst van welke opgaven, combinatie tussen schorrenstijl en dijkversterking liggen mogelijk nog in de toekomst. Het Delta-programma, 53, de stormvloedramp, grote delen van Zuidwest-Nederland onder water, groot aantal slachtoffers, veel schade, nou allemaal bekend. Delta-plan uit voortgekomen, alle grote zeearmen zijn afgedamd, behalve de Westerschelde en de Dollard helemaal in het noorden. Dijkversterking is overal doorgevoerd. Veel mensen denken, nou we zijn klaar, hè? Nederland is veilig, dus we hebben niks meer te doen. Maar niks is minder waar, er liggen nog een hoop opgaven op ons te wachten. En als je de klimaattabellen mag geloven van KNMI, ja, zou we rekening moeten houden met 80 centimeter zeespiegelrijzing tot het eind van deze eeuw. De bodem daalt, hè, met name in West-Nederland, de veenbodem. Er is sinds 1953 natuurlijk ook een hoop geïnvesteerd in het gebied. Hè, dus de economische schade die bij een overstroming ontstaat zou een stuk groter zijn. Er wonen ook veel meer mensen. Hè, daar moeten we ook allemaal rekening mee houden. Nou. Deze zomer hebben we gezien wat extreme regenval betekent. Hè. Sommige delen van Nederland 150 mm regen in 24 uur. En dan zou je het niet geloven, maar ook dat gebeurt. Langere periodes met geen neerslag, hè, dus verdroging. De Delta-commissie, hè, die door het kabinet Balkenende in het leven is geroepen, onder leiding van oud-minister Veerman, hè, die had de taak van, nou ja, hoe moeten we nou met al die klimatologische veranderingen omgaan? Wat betekent dat nu voor Nederland? En die heeft in 2007 geadviseerd, nou, Nederland moet zich voorbereiden op het gevolg van stijgende zeespiegel, dalende bodem en stijgende temperaturen. En Nederland moet daarbij ver vooruitkijken en goede plannen maken voor de toekomst. Nou, dat heeft geleid tot het Delta-programma, hè? Dus een heel studieprogramma wat jaren geduurd heeft en ja, wat nu klaar is en met Prinsjesdag, hè, dan worden de Delta-beslissingen door het kabinet gepresenteerd. En dan staat het ons weer een hoop te wachten, want we moeten met z'n allen zorgen dat in 2050 Nederland dus klimaatbestendig is. Nou, ik ga het niet over verdrooging hebben en ook niet over extreme regenval. Nee, ik focus met name dan op kustveiligheid en beschermen van Nederland tegen de overstroming. Nationale Visie Kust. Dat opgesteld in het kader van het Delta-programma, is onderdeel ervan. Dat bevat de lange termijn keuzes, hè, van hoe ga je om met kustveiligheid, maar hoe combineer je dat ook met de ruimtelijke economische ontwikkeling in de kustzone? Hè, hoe ga je die dingen nou combineren? Het is niet alleen door het Rijk opgesteld, maar dat is in een nauw overleg gegaan met de kustgemeenten, kustwaterschappen, kustprovincies. Het heeft dan betrekking op de hele Nederlandse kust, hè, van 20 tot aan de Dollard en van de binnenduinrand tot aan de min 20 meter waterlijn. Nou, wat is nu het centrale thema in die Nationale Visie Kust? Hè, dat, nou, de kust is de gouden rand van Nederland. Hè, dat kun je in meerdere zinnen kun je dat opvatten. Maar het komt erop neer dat je innovatieve maatregelen om je kustveiligheid op peil te houden, zoveel mogelijk combineert met andere belangen die in de kustzone spelen. Dat kunnen natuurbelangen zijn, dat kunnen economische belangen zijn, recreatiebelangen. Dat je dat zo integraal mogelijk aanpakt.
Nou, die ambitie krijgt vooral vorm in de parelprojecten. De Nationale Visie Kust zijn her en der aan de Nederlandse kust parelprojecten aangewezen. Waar men van mening was dat er in potentie die combinatiemogelijkheden, die integratiemogelijkheden mogelijk waren. En dat wordt dan vooral ook gezien als de etalage van Nederland. Hè? Wat vermag Nederland dan allemaal op waterbouwkundig gebied? En wat kunnen de ingenieursbureau en de bouwbedrijven ook in de toekomst weer allemaal geld mee verdienen op het moment dat ze die kennis en die vaardigheden ook elders weer gaan toepassen? Nou, het doel van die paardenprojecten nou staat er nog eens. Kustveiligheid en ruimtelijke opgave aan elkaar koppelen. Hè? Dus zoveel mogelijk integraal. Innovatie stimuleren. En de ruimtelijke en economische kansen benutten. Nou, we hebben 7 parels in Zeeland. Dat, hier ziet u ze. Voor alle parels is er een plan van aanpak gemaakt. Er is ook een trekker benoemd. Hè. Dus met alle parelprojecten, die zijn op dit moment een wat verder dan anderen. Hè. Maar daar wordt aan gewerkt. Soms zijn het gemeenten. Met name daar waar economische belangen spelen. Dus er eentje daar waar het Rijk trekker van is. En de natuurparels, dat zijn dan, is dan de provincie die daar de trekker is. Maar Prinsjesdag zal ook bekend worden van welke parels in de uitvoeringsagenda van de nationale visie terecht gaan komen. Niet dat daar dan gelijk ook een zak geld aan vasthangt. Hè, maar het betekent wel dat ze daarmee ook status krijgen. En dat je daar natuurlijk ook dan op kunt rekenen op steun vanuit het Rijk. Nou, ik wil samen met jullie even die verschillende parels even langslopen. De 2 natuurparels, Manteling en Kop van Schouwen, daar haak ik straks wat dieper op in. Dus daar sta ik nu niet bij stil. De Katzandbad, daar wordt op dit moment ook een versterking uitgevoerd. In kader van een aanpakzwakke schakel, een zeewaartse verbreding. Gemeente Sluis heeft daar een ruimtelijke visie voor gemaakt voor de ontwikkeling van die badplaats. En die zou graag in de zeewieringszone een nieuwe bebouwing mogelijk willen maken. Vlissingen. Het Vlissingsmodel, dat is volgens mij bij de waterbouwers redelijk ingeburgerd. Hè, van hoe laat je bij de herstructurering van je stad, hoe hou je dan in een heel pril stadium al rekening met een eventueel toekomstige dijkversterking? Nou, dat model wil Vlissingen nog verder gaan verfijnen en toe gaan passen bij toekomstige herstructureringsprojecten die in de stad nog te wachten liggen. De geulverplaatsing of geulfixatie van het Oostgat hier langs de zuidwestkust van Walcheren. Dat is overigens een project waar het Rijk, Rijkswaterstaat, trekker voor is. Die geul die erodeert de kust en daar is een geulwandversterking ook uitgevoerd de afgelopen jaren. Die lijkt ook redelijk te houden. En daar wordt ook gekeken van zou je die geul nog verder zeewaarts kunnen verleggen. Of misschien zelfs een hele nieuwe maritieme toegang tot de Westerschelde kunnen gaan maken. Even kijken hoor, hier hebben we de Veersedam. Dat is een recreatieve hotspot in het provinciale beleid. Dus daar is de gemeente Noord-Beveland bezig om daar een ruimtelijke visie voor te maken. Waarin ze alle recreatieve ontwikkelingen afwegen ten even natuurbelangen en kustveiligheidsbelangen. En tot slot hebben we nog de Brouwersdam. Ook een recreatieve hotspot. Waar jachthaven van toekomst, bouw op de zeewering, een doorlaatmiddel om het Grevelingmeer te verversen, om de waterkwaliteit daar weer een oppepper te geven. Mogelijk gecombineerd ook met een getijdencentrale. Hè. Dat is toch een goede hoop dat die getijdencentrale dat ook gerealiseerd kan worden. Dus ook daar vooral economische ontwikkeling. Ik zou op 2 projecten nader inzoomen. Dat zijn dan de 2 natuurparels. De eerste daarvan is de Kop van Schouwen. Die hebben als titel even slimmer omgaan met zand op Schouwen. En er worden her en der langs de Nederlandse kust worden regelmaat zandsuppleties uitgevoerd. Ik geloof 12 miljoen kubieke meter zand per jaar. Nou, is ook de kust van de Kop van Schouwen, hè, waarom de 4 jaar weer een pakket zand wordt neergelegd. En Rijkswaterstaat, die probeert ook innovaties uit. Ze hebben daar ook het PING-programma voor. Project Innovatief Nederlands Kustbeheer, meen ik dat heet. En dan kijken ze ook van, ja, kun je met dat zand, hè, met de middelen die we daarvoor hebben, kun je daar
niet alleen de veiligheid mee dienen. Hè, want we moeten wel dat kustfundament mee laten groeien met de zeespiegelreizen. Maar kunnen we dan misschien een groter economisch of natuurrendement of een ander maatschappelijk belang mee dienen. Waardoor je uiteindelijk, als je daar integraal naar kijkt, een groter rendement uit die zandsuppletie haalt. Nou, daarbij is ook de Kop van Schouwen is in beeld gekomen, omdat dat goede mogelijkheden lijkt te bieden om daar een groter rendement te halen. En het idee daar is van, kun je eenmaal een keer een zandsuppletie overslaan voor een deel van die kustzone, om daarmee ook de natuurbelangen in de Kop van Schouwen te dienen. De Kop van Schouwen is een gebied met een overmaat aan stikstof, wat allerlei opslaan van allerlei planten en bomen tot gevolg heeft. Hè. De duinvegetatie die daar zou moeten groeien, ja, die wordt daardoor overwoekerd. En het gebied is ook aangewezen in het kader van de programmatische aanpak stikstof. Hè. Dus er is geld beschikbaar om daar beheermaatregelen uit te voeren, om die oorspronkelijke duinvegetatie weer terug te krijgen. Maar om dat op de langere termijn te laten beklijven, ook op de lange termijn effect te laten hebben, dan zou je daar weer dynamiek moeten hebben. Hoe krijg je die dynamiek nou op gang? Nou, het idee is dan om die zandsuppletie eenmaal over te slaan. Wel een aantal randvoorwaarden voor. Uiteraard kustveiligheid moet gewaarborgd worden. En het is ook een drinkwatergebied. Ook die drinkwatervoorziening mag niet in gevaar komen. Waarom voor die Kop van Schouwen gekozen is? Nou, die duinen zijn er kilometers breed. Hè, dus als de zee daar een stukje van afslaat, nou ja, die kustveiligheid is helemaal niet in het geding. Het is ook een kustgebied wat gunstig ligt ten opzichte van de heersende noordwestenwind. Hè, want de kust moet wel een beetje dwars op de heersende windrichting hebben liggen. Wil die dynamiek ook op gang komen? Hè, wil dat zand ook landinwaarts gaan stuiven? Het levert een bijdrage aan de doelstellingen die in het PAS-project aan de orde zijn. Daar ligt ook een groot areaal grijsduin. Dat is een prioritair habitattype wat we daar ook moeten behouden. Er zijn mogelijkheden om het zand in de regio aan te wenden. Hè, dus om dat een grotere economische of maatschappelijke waarde te geven. Het levert pilot levert bijdrage aan de kennisontwikkeling, hè, dat PINK, waarin geprobeerd wordt om innovaties te stimuleren. En we denken dat ook zo'n dynamische kust ook aantrekkelijk kan zijn voor recreanten. Hè. Strak ingeplant duin meer, maar een gekartelde, gekerfde kust, hè, waar de dynamiek zichtbaar is, waar het met harde wind stuift. En waar je ook in de kerven kan wandelen. Hè. Er staat geen prikkeldraad tot hier en niet verder. Maar betreding is daar niet zo'n probleem. Hè. Dus dat zou voor de recreant dat een meerwaarde kunnen opleveren. En dan gaat het met name om, kijk, tussen deze oranje stippenlijntjes. Dat is dan het pilotgebied wat we op het oog hebben. Deze, het zijn rode blokjes, dat roept dan altijd vragen op. Wat is dat dan? Dat is dan het deel waar de kust het meest erosief is. Dus waar een teruggang van de kust plaatsvindt. Dat is natuurlijk ook de reden waarom daar regelmatig zandsuppletie moet plaatsvinden. Hier is een plaatje dan nog, zo'n luchtfoto vanuit het gebied. Dit is Nieuw Haamstede, dat is een woongebied. Dit is de bossen van de boswachterij, we schouwen. En kijk, en hier stonden nou die oranje pijltjes, hè, die op de vorige plaatje waren aangegeven. Dat is ongeveer 1,5-2 kilometer. En daar heb je nou voldoende ruimte om die dynamiek weer op gang te krijgen. Hè. Op het moment dat het gaat laten stuiven, dan moet het ook wel landinwaarts geblazen kunnen worden. Hè. Dan moet het niet hier het zwembad van de villa's inwaaien. Dan heb je wel een probleem. Overigens, tot 96 of zo, heeft het waterschap ook intensief de kust hier onderhouden. En dus ook helm geplant op het moment dat er kale stukken waren. Nou, daar zijn ze in 96 mee opgehouden. En na een jaar of 10 kwam in dit stuk, dat ligt nog wat gunstiger ten opzichte van de heersende wind, kwam ook spontaan kerfontwikkeling op gang. En Staatsbosbeheer heeft dat verder ondersteund door hier al bossen te kappen. En
Ja, daar is die dynamiek heel goed te zien. Hè. Daar blaast het, daar zijn de kerven uitgeblazen en daar zie je ook dat het zand landinwaarts gaat waaien. Dit is een plaatje van de laatste zandsuppletie in 2012. Hè. Hier zien we in Hamstede met de vuurtoren. Hè. Dus dit is ongeveer aan de grens van het pilotgebied. Ja, dus, daar zijn ze dus net daar het strand aan het ophouden. Dit is dan een plaatje van het stukje waar dan die spontane kerfontwikkeling al op gang is gekomen. Hè, waar Stas Bosbeer ook al een stukje bos had gekapt. Hè, waar je ook al een kerf ziet. Hier ook een stuifkuil die helemaal diep is uitgestoven. Dus dat is het beeld waar we ook in het pijlengebied nastreven. Nou, wat hebben we nou gedaan? Dat zijn dan provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, waterschap uiteraard, gemeente Schouwduiveland, vanwege de belangen die zij hebben. En ook Evides, de waterbeheer, en die daar drinkwater wint. En met z'n vijven zijn we van start gegaan van, nou, we hebben eerst een aantal randvoorwaarden hebben bepaald. Hè, dus binnen wat voor grenzen zou zo'n studie, zo'n experiment ook uitgevoerd moeten kunnen worden. Nou, uiteraard natuurlijk het behoud van kustveiligheid, dat is logisch. Maar ook geen onveiligheid voor de strandrecreanten. Hè. Er moet ook wel voldoende droog strand aanwezig blijven, zodat je ook bij hoogwater daar nog een strandwandeling kan maken. Er mogen geen muien ontstaan of iets dergelijks, wat voor zwemmers gevaarlijk zou kunnen zijn. De drinkwaterwinning moet in stand blijven. We hebben als grens gehanteerd vanuit het zandvolume voor de drinkwaterputten. Dat moet een storm kunnen keren die eens in de 300 jaar optreedt. En dat is dan een belangrijke voorwaarde vanuit Rijkswaterstaat. Het project moet wel kostenneutraal plaatsvinden. Hè. Dus daar waar men dat zand dan op een alternatieve manier aanwendt, dat mag niet tot meer kosten leiden. Nou, we zijn als eerste stap met een bureaustudie begonnen. En van op het moment dat je een strandsuppletie eenmaal overslaat, welke effecten zou je dan kunnen verwachten? Hè, op de morfologie, de zoetwaterwinning, de recreatie, natuur en landschap. Op basis daarvan zou het denkbaar zijn dat dat binnen die randvoorwaarden, hè, van veiligheid en recreanten en drinkwaterwinning uitgevoerd kan worden. Nou, bij een positief antwoord op stap 2, dan zou je dat experiment kunnen gaan uitvoeren. Dit is een plaatje uit de rapportage van Deltares. Wat ik wel opvallend vond, was dat dit een stuk strand is waar al heel lang data van worden verzameld. Ik meen dat vanaf 1900 worden daar allerlei gegevens van verzameld. Dus dat is een stuk strand waar men heel precies ook een beeld van heeft van hoe ontwikkelt dat strand zich ook. Nou, op basis daarvan kon Deltares wel aangeven, nou ja, je kunt een lineaire achteruitgang, een geleidelijke achteruitgang van de kust daar verwachten op het moment dat je daar niet suppleert en er dus erosie op gaat treden. Maar hoe snel dat dan gebeurt, ja, dat is dan weer een stuk lastiger te voorspellen. Hangt natuurlijk ook samen van, heb je winter met veel stormen, hè, of is het juist een periode met rustig weer. Maar om die reden hebben ze twee scenario's ontwikkeld. Een minimaal scenario, wat dan een achteruitgang met 3 tot 30 meter in een periode van 4 jaar zou betekenen. Of een maximaal scenario, waarin de kust veel sneller achteruit gaat. En wat wel tot 64 meter achteruitgang van de zeereep zou kunnen betekenen. Nou, de conclusies van de studie van Deltares. Nou, op het moment dat je eenmaal een stuk niet suppleert, ja, dan krijg je erosie. Hè, dat de gemiddelde laagwater, hoogwater en de duinvoet zal zich terugtrekken. Hoe ver die zich terugtrekt, dat is veel lastiger te voorspellen. Hè, hier weer dat minimum en dat maximum scenario. En dan het noordelijk deel, ja, daar is de kans het grootst dat zich volgens dat minimum scenario voltrekt. En het zuidelijk deel, en dus het deel dicht tegen de boswachterij Westerschouw aan. Dat was ook het meest erosieve deel. Hè. U herinnert misschien nog die rode blokjes die daar stonden op dat tekening. Ja, daar zou de achteruitgang wel eens volgens het maximale scenario kunnen plaatsvinden. Belangrijk ook was hun conclusie. Nou, op het moment dat je niet
suppleert eenmalig en erosie dus toestaat, dan zal die kerfontwikkeling zal daar ook op gang komen. Dat zal dan spontaan gebeuren. Maar het is nog beter om het de natuur een handje te helpen. Dus door dan met een graafmachine een kerf te maken. Betekent niet dat je gaten in de zeewering krijgt. Want het zand wat uitgeblazen wordt in die kerven. Ja, dat zal als een soort paraboolduin direct daarachter worden neergelegd. Dus je houdt een gesloten zeereep. En die kerven die stuiven niet tot op het maaiveld uit. Nee, daar blijft altijd een drempel in liggen. En die drempel zal, naar de inschatting van Deltares, nooit lager liggen dan zo'n plus 4 meter plus NAP. En dus instroom van zeewater bij een hoge vloed, dat is daar niet de verwachting. En zij zei van, ja, omdat je dynamiek creëert in de duinen, krijg je ook een rollende zeereep. Dus een zeereep die intensief onderhouden wordt, waar kale plekken ook met helmen gelijk worden ingeplant. Daar heb je bij erosie zandverlies. Maar op het moment dat je dynamiek toestaat en het zand al weerwaarts wordt geblazen, ook zandtoevoer is vanaf het strand verder de duinen in, ja, dan blijft je zandvolume min of meer intact. En ja, op termijn is dat dus een betere waarborg voor het behoud van je kustveiligheid. Voor de drinkwaterwinning hebben we nog een aanvullende studie door Roel Haskoning de RV laten uitvoeren. Die hadden daar een heel model van gemaakt hoe die grondwaterbel zich daar ontwikkelt. En zelfs bij het maximale scenario, dus tot die 64 meter achteruitgang, was de verwachting van Roel Haskoning dat binnen die 4 jaar de effect op de drinkwaterbel, de grondwaterbel, verwaarloosbaar waren. Nou, in Zeeland hebben we een bestuurlijk overleg. Van alle instanties die gaan over de zorg voor de waterkering. Van de Rijkswaterstaat zit daarin, dus de provincie, de waterschappen en de kustgemeenten. Die hebben een belangrijke rol gegeven bij het beleiding van deze experiment. Op basis van de studie van Deltares en Roel Haskoning de RV hebben we die ook een positief advies uitgebracht aan het Rijk om deze pilot ook inderdaad te gaan uitvoeren. Want de studie toonde in immers aan dat de beoogde effecten, dat je die zou kunnen realiseren binnen de randvoorwaarden die we met z'n allen tevoren bepaald hadden. We hebben met de 5 partijen die ik net noemde, Evides, Rijkswaterstaat, gemeente, waterschap, provincie, hebben we begin juni een convenant getekend, waarbij we afspraken hebben gemaakt hoe we die pilot ook gaan uitvoeren. Er is een monitoringsplan voor het gebied is er in de maak. Dat wacht nog even op het inrichtingsplan voor het hele natuurgebied wat op dit moment gemaakt wordt. We hebben een communicatieplan met alle partijen opgesteld. Ja, daar gaan toch heel ingrijpende dingen gebeuren, dus je moet dat ook wel kunnen communiceren naar niet alleen de omgeving, maar ook de mensen die dat gebied gebruiken, ook recreanten. En er is door het zeesoverleg waterkering is er ook een voorkeur uitgesproken van het zand wat je dan eenmaal uitspaart, omdat je een deel van die kust niet suppleert, waar zou je dat dan kunnen gebruiken? Aanvankelijk was deze parel gekoppeld aan de natuurparel de manteling, want dat is een parel die een zandbehoefte heeft. Maar uiteindelijk is ook voor het regionaal draagvlak is gekozen voor de parel Brouwersdam. Want daar ligt een recreatiestrand, wat intensief gebruikt wordt voor allerlei strandsporten. En mensen doen daar kitesurfen en met van die surfkarretjes over het strand rijden. En, van grote economische waarde betekenis voor de regio. Er ligt geen BKL, zoals voor al die grote afsluitdammen. Dus er is geen verplichting voor de Rijk om daar een BKL te onderhouden. Dus die zou op basis van de geldende regels zou die nooit op een strandsuppletie behoeven te rekenen. Maar via dit experiment was er wel een mogelijkheid om dat strand te gaan suppleren. Dus de regio heeft daar uitgesproken van wij zijn er sterk voorstander van dat het zand daar gaat terechtkomen. Want daar heeft het die economische maatschappelijke meerwaarde die jullie met die pinkprojecten beogen. Het mooie was dat
De ondernemers die daar zaten, hè, die dus een strandtent hebben of die strandsporten die je daar kunt doen exploiteren. Die hebben gezegd van nou ja, wij willen financieel ook wel wat bijdragen. Hè, want je kunt het zand daar niet onder water suppleren. Nee, het moet op het strand gebracht worden. Dus dat heeft wat meer kosten voor Rijkswaterstaat tot gevolg. Ook de overheden hebben botje bij botje gedaan en uiteindelijk is dus daar een regionaal bod neergelegd richting Rijkswaterstaat als bijdragende meerkosten op het moment dat het zand bij de Brouwersdam neergelegd gaat worden. Nou, in juni heeft Rijkswaterstaat ook dan besluit genomen. In het kader van het suppletieprogramma hebben ze besloten om inderdaad 500.000 kuub bij de Brouwersdam te gaan suppleren. Daarvan komt 400.000 kuub van de kop van Schouwen, hè, wat wordt uitgespaard bij die zandsuppletie. En 100.000 kuub komt er nog uit suppletieprogramma Plus, meen ik. Hè, dus voor onderhoud van het kustfundament. En tegelijkertijd is ook besloten om inderdaad de pilot voor de kop van Schouwen, hè, naar aanleiding van het positieve advies van het ZOE, om daadwerkelijk te gaan uitvoeren. Nou, wat verwachten we daar nu van dit experiment? Nou, we gaan ervan uit dat die kust inderdaad weer dynamisch wordt en dat daar de kerven en stuifkuilen zullen ontstaan. Uiteraard gaan we er ook vanuit dat het een bijdrage gaat leveren aan al die beheersmaatregelen die in het kader van de pas getroffen gaan worden. En daar wordt heel veel vegetatie gaat daar gerooid worden, er wordt de bodem afgeplacht. Er wordt wit- en grijsduin wordt er daar ontwikkeld of in stand gehouden. En die dynamiek die zal zorgen dat ook op de lange termijn die maatregelen dus beklijven. Nou, de recreatie, we vertelden al over de grotere attractiviteit, hè, de belevingswaarde voor de recreanten. En er staat geen hekje, dus op het moment dat mensen in een kerf willen lopen, hè, dan is dat mogelijk. Hè. En als derde de bijdrage aan de kennisontwikkeling die Rijkswaterstaat in staat stelt om dat weer toe te passen bij eventuele pilots in de toekomst. En daarvoor hebben we dan ook een omvangrijk monitoringsprogramma in de maak. Dit is een plaatje van de Brouwersdam. Ik vertelde net over al die strandsporten die daar beoefend worden. Nou, het strand is inmiddels zo klein geworden dat de gemeente die strandkarretjes niet meer toestaat. Want er is gewoon geen ruimte meer voor. Hè, dus dat is wel een eerste gevolg van die erosie die daar is. En dat zal dan straks weer kunnen. Op het moment dat daar het strand wordt gesuppleerd, dan zetten we de teller ongeveer 10 jaar terug. En dan krijgen we het strand weer zoals dat 10 jaar geleden lag. En de hoop is dat in die 10 jaar dat er lange termijn oplossing gevonden wordt. Hè? Want er moet een inlaat komen voor het verversen van het water in de Grevelingen. En dat zal dan mogelijk ook een oplossing gaan bieden voor erosie van het strand. Nou, de tweede natuurparel, dat is de parel de Manteling. Die ligt op Walcheren. En het thema bij de Manteling is een zandimpuls. Hè. Dus er is geen overschot aan zand, maar er is een zandtekort. Dat, om die reden was je ook aanvankelijk gekoppeld aan de parel Kop van Schouwen. Wat is de achtergrond van die parel? Nou, de noordoostkust van Walcheren, ook daar wordt regelmatig gesuppleerd. Met name bij de kust van de badplaats Domburg. Ook een erosief stukje kust. Iedere 4 jaar komt daar het zandschip langs, maar meestal duurt dat lang. Na 2-3 jaar is het oppervlak van een droog strand is een heel eind afgekalfd. Ja, voor een badplaats is dat niet zo leuk, hè. Dan krijg je mopper. In de Manteling, ook dat is een Natura 2000 gebied, net als de Kop van Schouwen, met een stikstofprobleem. Ook daar heeft dat natuurlijk een allerlei negatieve invloed op de natuurwaarde van dat gebied. En economische ontwikkeling in de regio Walcheren, die extra uitstoot van stikstof tot gevolg hebben. Ja, dan moet je constant kijken, wel heeft dat invloed op de Manteling? En op het moment dat een significant effect heeft op de Manteling, ja, dan is dat een rem op
daadwerkelijk realiseren van die ontwikkeling. Hè. En dat kan om een hotel gaan, hè, op het moment dat hij verkeersbewegingen met zich meebrengt. Dat kan om een uitbreiding van een veeteelbedrijf gaan, wat extra stikstof met zich meebrengt. En dus bij heel veel economische ontwikkelingen, ja, moet je continu afvragen van ja, is dat vanuit de stikstofproblematiek die hier aan de orde is dat wel mogelijk? Hè? En dat is niet alleen hier, maar in groot deel van Zeeland is dat een fors probleem. En vandaar ook de inspanningen die we als provincie plegen om daar, ja, te proberen daar in ieder geval een antwoord op te vinden. En ook hier is weer van, nou ja, kunnen we in het gebied de manteling verstuiving op gang brengen om die natuurwaarde daar weer te verbeteren. Hè? En dus de belemmeringen die er elke keer weer zijn voor nieuwe economische ontwikkeling, om dat weer ongedaan te maken. Het kustgebied is bij de manteling is een stuk minder breed dan de Kop van Schouwen. En daar praat je niet over kilometers brede duinen. Daar is ook geen sprake van een tweede gesloten duinenrij. Dus daar zal ook niet zo rigoureus ingegrepen gaan worden als op de Kop van Schouwen. Daar wordt kleinschalig wordt daar wel wat duintoppen kaal gemaakt, zodat daar ook daar weer een beetje kan gaan verstuiven. En dat wordt ook inzet op de vorm van embryonale duinen. Kun je met name aan de zeezijde dan meer dynamiek creëren. Nou, dit is een plaatje van de manteling. Ja. Je ziet wel even hoeveel duindoorn en ik weet niet hoe al een vogelkers, geloof ik. Hè, zoals een duin eruit ziet, ja, dat is daar al bijna verdwenen. Ook deze pilot maakt onderdeel uit van een onderzoeksprogramma van Rijkswaterstaat. Kustgenezen, hè, dat is een groot onderzoeks- en monitoringsprogramma waarin gericht is op het natuurlijk kustsysteem van langs de Nederlandse kust. En dan voor kennispijler 1, ontwikkeling van het natuurlijk kustsysteem. De bedoeling is om 1 miljoen kubieke meter zand voor de kust van Domburg onder water te gaan suppleren. Een soort brekerbank te maken, om daarmee de kracht van de golven te breken. In de hoop dat daarmee de strandsuppleties op het strand langer meegaan. Hè, dat die inderdaad die 4 jaar meegaan en niet die 2 tot 3 jaar die het nu maar uithoudt. Oh, sorry. Waardoor we langer een droog strand bij Domburg houden. Hè, waar de recreatieondernemers weer hartstikke blij van worden. In kader van innovatie is de bedoeling om natuurlijk dat proces van erosie te gaan volgen. Hè, van jou. Op het moment dat je daar een brekerbank neerlegt, hoe gaat de zee daarmee om? Hè? Hoe snel zal die eroderen? En waar komt dat zand wat daar erodeert, waar komt dat ook uiteindelijk terecht? Nou, de verwachting is, op basis van ervaring in het verleden, dat bij de manteling ook terecht zal gaan komen. En dat het daar als zandmotor kan dienen voor die embryonale duintjes, hè, die we willen stimuleren. En het verzuivingsproces in de manteling zelf. En dan willen we tegelijk kijken of je die natuurlijke processen niet zo kunt sturen dat je een tweede gesloten duinenrij kunt maken. Want dat is een wens die met name bij het waterschap leeft, omdat dat de kustveiligheid zou stimuleren. Nou, het Zeusoverleg Waterkeringen heeft in juni besloten van, nou ja, laten we met die pilot ook daadwerkelijk gaan starten. En samen met Rijkswaterstaat, Waterschap, gemeente Veren zijn we ook recent begonnen om een eerste stap te maken bij de voorbereiding van die pilot. We zijn er nog lang zover niet als bij de Kop van Schouw, waar daadwerkelijk al besloten is om hem te gaan uitvoeren. Nou, tot slot een blikje in de toekomst. We hebben veel stikstofgevoelige gebieden in Zeeland. En ook de schorren in de Westerschelde behoren daar nu toe. Dat zie je ook wel, want die zijn schorren waar ook de vegetatie sterk veranderd is, die allemaal vergras zijn, waar de oorspronkelijke schorvegetatie niet meer aanwezig is. Daar moet in kader van de pas, ook daar moeten de beheersmaatregelen uitgevoerd worden. En in het verleden, vooral na 1953, zijn veel van die dijken versterkt door klei uit die schorren te halen. En we hebben daar gekeken van, nou ja, zou je dat natuurherstel en die schorren, zou je die opnieuw kunnen inzetten om die klei te gebruiken voor een dijkversterking?
bij de Emmanuel, of het Schor van Waarden en de Emmanuelpolder die dat tegenaan ligt. Dat is een groene dijk, die moest ook versterkt worden, was afgekeurd. Het versterkingsplan voorzag ook opnieuw een groene dijk, hè, dus zonder steenbekleding. Maar er was wel heel veel klei voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Kun je dan dat afplaven van het Schor, dan kun je dat dan gebruiken door de klei op locatie zelf te gebruiken, door die op de dijk toe te passen. Nou, we hebben een inrichtingsplan gemaakt waarbij zoveel mogelijk, voor zover dat dan binnen natuurdoelstellingen past, in dat Schor klei wordt gewonnen. En waarbij je ook sedimentatie weer stimuleert. Hè, want het ligt vrij achter in de Westerschelde, dus dat is nog heel sliprijk het water. Dus sedimentatie zal daar zonder meer plaatsvinden. En we hebben samen met de waterschap gekeken van biedt het mogelijkheden om tot een gemeenschappelijk project te komen. Maar twee dingen, dat zat ons dwars. Enerzijds de kwaliteit van de klei. Het waterschap stelt terecht hoog eisen aan de kwaliteit van de klei. Nou, daar bleek het niet aan te voldoen. Veel te veel organisch materiaal. Je moet het allemaal gaan bewerken. Hè. Je moet het ook in de po zetten. Het moet ontsilten. Het moet rijpen. Je moet er misschien nog meer bewerkingshandelingen aan verrichten voordat het eindelijk geschikt zou zijn voor Rijkswaterstaat, of voor het waterschap om het te kunnen gebruiken. Ja, en die tijd was er gewoon niet. En dat was wel, ja, hoe spijtig ook, maar dat heeft uiteindelijk tot de conclusie geleid van ja, om een gemeenschappelijk project te gaan doorlopen, dat gaat niet lukken. In 2015 moest die dijk versterkt worden. Hè. Stond hij op het programma om hem te versterken. En daar was de tijd gewoon ontoereikend voor. Maar dat betekent niet dat je naar de toekomst toe niet opnieuw kunt kijken van zijn er interessante locaties waar je dat opnieuw eens kunt gaan bekijken. En op het moment dat je dan in een vroegtijdig stadium begint, dan voorkom je dat je te laat bent en een meekoppelmoment hebt gemist. Dat is misschien wel aardig om te vertellen. Wat we doen is meer met dijken doen. Multifunctioneel gebruik van de waterkeringszone. Hoe kun je meekoppelkansen benutten? Hoe voorkom je dat je op moment supreme daar in uitvoeren bent? Dat je tot de conclusie komt van ja, er waren kansen, maar we hebben ze gemist. En dus we hebben in beeld gebracht van waar wordt er allemaal in de zeveningszone, waar wordt er materiaal uitgevoerd? Van vooroeverbestortingen tot en met dijkversterking. We hebben een rondje langs alle gemeenten gemaakt van waar zijn er, wat jullie betreft, zijn er ontwikkelingen denkbaar? Hè? Waar verwachten jullie dat er wat gaat gebeuren? En we hebben ook in beeld gebracht van wat moet er vanuit natuuroogpunt allemaal gaan gebeuren. Hè? Want ook daar, in die waterkeringszone, gebeurt ook op natuurvlak het nodige. Dat hebben we allemaal op een rij gezet. En daarmee willen we in ieder geval voorkomen dat we willen daarmee proberen dat we nu al in een vroegtijdig stadium een 20-30-tal kansrijke projecten selecteren. Die van een soort groslijst hanteren van op het moment dat er een project kansrijk lijkt, dat we die er gelijk uit kunnen lichten om die daadwerkelijk tot projectniveau te verheffen. En proberen daar ook inderdaad integraal naar te gaan kijken. En dat we niet als bij het Schor van Waarden tot de conclusie komen, ja, er waren wel kansen, maar we waren niet op tijd geweest. En dus zo willen we proberen om naar de toekomst toe die kansen wel te gaan benutten. Ja, dit is overigens nog het plaatje van het Schor van Waarden. Dus de dijk van de Melanepolder in de Schor. Dus dan, dat is eigenlijk een schorsysteem, hè? Dus met de geulen erdoor. En je zou haast een beetje de dreiging van de pas hieruit. Je zou haast een beetje symbolisch, hè? Maar je ziet wel dat Schor, de oorspronkelijke vegetatie is er niet meer, hè? Dat is allemaal vergrast. Dat is het einde van mijn verhaal. En aan jullie een vraag te stellen. Ik vroeg me af hoe jullie dat schorherstel dan wel ter hand nemen. Of nemen jullie dat ter hand? Dat gaat zeker gebeuren. Ja, er is een inrichtingsplan gemaakt en dat wordt ook afgeplacht. En daarmee nu kan Mirjam dat denk ik veel beter vertellen. Maar het is niet zo dat we daar geen maatregelen nemen. En dat,
Alleen de combinatie met kleiwinning voor Dijkherstel, dat zit er niet langer in. Maar het terugbrengen van de oorspronkelijke schorvegetatie, dat gaat wel uitgevoerd worden. Ja. Bij de kop van Schouwen, daar mag je begrijp ik lekkere fijne tuinen. Maar bij de manteling, zeg maar, is dat niet toegestaan. Hoe brengt dat over aan de mensen? Nou, kijk, het idee is kerven, ja, daar is volop dynamiek. Hè. Elke keer dat het hard waait, dan strijkt de wind het weer glad. Hè. Dus op het moment dat je daar door die kerven loopt, dan na een beetje wind zijn de sporen weer gewist. Hè. Dus, kijk, je mag daar nog steeds niet een natuurgebied in. Hè. Want een natuurgebied, daar zijn delen van zijn gesloten voor dagrecreanten. Maar die eerste zeereep, ja, waar heel veel dynamiek is, daar zien we geen enkel probleem om daar betreding toe te laten. Hè. Sommigen zouden het niet willen, maar dan kan je beter zeggen, iedereen zegt het mag niet, dan dat je moet uitleggen, daar mag het wel en daar mag het niet. Want bij de manteling wil je het niet. Ja. Nee, want daar staan we even borstborden, dat klopt. Ja. Nou ja, ik geloof niet dat dat prikkeldraad staat, maar daar staan wel borden van ja, hier is geen vrije toegang. Hè. Daar moet je inderdaad via de duinovergangen die daar zijn, daar kan je het gebied heen. Ja. Dus op zich is het wel duidelijk tegenover de gebruikers, de mensen die over het strand lopen. Hè. Het is niet dat je daar onwetend bent van wat mag hier wel en niet. Nee, en bovendien, het zijn twee verschillende eilanden. Hè. Het is bezit, groot gedeelte. Ja, Kop van Schouwen. Staatsbosbeheerder. En de manteling, daar is het Zeeuwse landschap. En iedere beheersinstantie ja, zal ook weer zijn eigen beheersregels wel een beetje hebben. Dat, nog een laatste vraag, anders gaan we door. Ik hou het tijdschema ook een beetje in de gaten. Leo, bedankt. Ja, graag gedaan.